Organisatie Paard en Meer in Breda zit met de handen in het haar. Bijna al hun paardenspullen zijn gestolen. De organisatie die kinderen en jongeren met gedragsproblemen begeleidt is compleet van slag. Hier gingen zadels om met kinderen te werken, met de paarden, hoofdstellen, voltige, singels, teugels. Nou, alles eigenlijk wat erbij hoort om met het paard te kunnen werken. Ze kunnen het nog steeds niet geloven en zijn boos en verdrietig. De schade is tussen de 10.000 en 15.000 euro. Een flink bedrag. En belangrijker nog, jongeren kunnen voorlopig niet met de paarden werken. Dus we zijn links en rechts aan het zoeken hoe we weer aan onze spullen aan spullen kunnen komen. Om toch deze week wel weer ergens te kunnen gaan starten. Want we kunnen natuurlijk niet de kinderen niet zien. Die willen we graag zien en laten komen. Vanuit alle hoeken worden er hulp en spullen bij Paard en Meer aangeboden. De jongeren zijn intussen ook op de hoogte gebracht. Tot nu toe lijkt het goed opgepakt te worden. Het is natuurlijk voor kinderen wel enorm schrikken. Want het zijn toch hun vertrouwde spullen en de spullen van de paarden waar ze altijd mee werken. Ja. Ouders kunnen daarin ook ondersteunen door alvast de berichten te lezen en te begeleiden naar hun kinderen. Mm-hmm. En dat gaan we hier de komende week zelf ook doen. En laten zien en gezamenlijk met elkaar de boel opruimen. En de draad weer oppakken. En de draad weer oppakken, ja.